Goedemorgen. Er wordt vandaag geklust en we gaan naar de IKEA. En we gaan nog spullen ophalen van het oude huis. Dus er staat weer van alles op de planning. En ik ga nu eens nog even een beetje voor stage bezig. Dus ik zit hier achter het bureau. Hopelijk heb ik ook nog even tijd om een vlogje te bewerken zo meteen. Dan moest navigatie nog aan. Weet je al die spullen hier? Ja. De Gamma wil je toch? Ja. We gaan nu naar de Gamma, want er moeten stofmaskers komen voor het bewerken van die muren. En Johannes telefoon is leeg. Je bent gearriveerd. Dus ik moest even mee van navigatie. Ik vond het niet zo leuk om daar alleen te blijven, dat ik dan niemand kan bereiken, zeg maar. Want we kennen ook nog verder niemand. Dus ik ga gewoon even mee. Zien we dat ook weer uit? Ja. Blijkbaar kan je hier dus ook gebruik van maken. Maar waarom heeft dat ding zo'n dierenhoofd? Het merk is Bissel. Nou ja, het zal vast wel om een bepaalde reden zijn. Mm-hmm. We gaan nu voor het eerst de vaatwasser aanzetten. Ben benieuwd of hij het doet, sowieso. Maar ook hoe lang het duurt, hoe die klinkt en of die ook piept als die klaar is ofzo. Het zijn allemaal nieuwe dingen. En wij kennen ook mensen die een vaatwasser hebben die als de vaatwasser klaar is met draaien, dat hij zelf open gaat die deur. Maar daar kan je best wel van schrikken, als je dat niet gewend bent. En ik ga ervan uit dat deze dat niet doet. Oh, je zit nog geen in. Oh. Dan kan elk vaatwasserblokje in elke vaatwasser, zeg maar. Of is dat het type, net als met een stofzuiger? Ik denk wel elk vaatwasserblokje erin kan. Oh, hij brandt wel. 55. Oh, deze blijft ingedrukt. Ja. En staat er. Ja? Psst, naar boven. Naar boven. Ik let even op als jij dan die kattenbak even in de gang zet. Ja. Ik zit nu boven met alle dieren, want zoals je hoort, Johannes is beneden de muur aan het schuren. Het is helemaal stoffig, ook in de gang is het ook stoffig. Dus Boris zit nu dus ook boven. Eigenlijk wilde ik dat niet, want hij moet eigenlijk niet zelf de trap op gaan. Maar ja, als hij anders in de stof moet zitten en zo, dat werkt ook niet. En beneden staan de ramen open en de deur staat open. Het is ook zielig als Johannes in de stof ligt. Dus hij ligt hier gezellig bij mij. Ja, de pianokruk onder de stof. Oh, dat zie je niet. Ik moet dat doen omdat ik een verstandskies heb die regelmatig ontsteekt. En begon er nu best wel weer last van te krijgen. Dus dan moet ik dat spoelen met zo'n waterstofperoxide spuitje. Er moet water en waterstofperoxide in. We zijn wat dingen op de kar aan het doen. En dan gaan we zo weer naar het nieuwe huis. Dan laten we de hond even hier en dan gaan we ook naar de IKEA toe. Je ziet het denk ik niet zo goed, maar er ligt wel veel stof, ook op alle spullen. Ik wist niet dat het zo erg stoffig zou worden. En daar in de keuken, ik zie het ook wel heel goed. Pff, niet best. Wat een stof. Echt niet best. Het voelt ook helemaal stoffig hierin. Die ramen moeten maar weer een beetje zo half open. Oh, het wordt flink hard in één keer. Het onweert. Ja, wij zijn alles weer een beetje stofvrij proberen te maken. Searching voor gordijnen. Nou, is het op of zo dan? Het zal wel jammer zijn dat ik hem precies... Ja. Nou zeg. Ik wou ook eigenlijk die witte, die is nog goedkoper voor tijdelijk. Ja. Maar hebben ze dat niet dan in het magazijn nog op voorraad of zo? Denk het niet.
We hebben een prullenbakje. Niet echt mooi, maar we moeten wat. Zo, ik moet echt eten voordat ik de IKEA inga. Ik was helemaal vergeten dat de IKEA zo groot is. Maar ik heb echt super honger. En de IKEA die is best wel groot. Dus nou, we zullen nog even zoeken. Niet helemaal gevonden wat we wilden, maar wel wat dingen die we gewoon nodig hebben. Oh, lekker. We waren net voor sluitingstijd, maar het kon nog. 3 minuten van tevoren kwamen we binnen. Een lekker broodje. Gelukkig stuurde ons niet weg. Ja. We mochten niet meer binnen, zit al beter. Nou, we wouden wat goedkoper met eten, maar dat is niet gelukt voor vandaag. Wel dik belegd. Mm-hmm. Heel veel sla erop. En wat moet je hiermee dan? Zo'n stickertje. Daar zit zo'n stickertje. Maar waar is dat voor dan? Vinden ze dat mooi of zo? Deze hebben we ook gehad. Moest ook nog voor de wc beneden. Dus je kunt daar rest afval op schrijven of zo. Wil je dat erop hebben? Kan. Het is me nu duidelijk. Hij heeft oogjes en dat rondje is het neusje. En dit is het mondje. Even een hele simpele klok gehaald. Ja. Voor tijdelijk. Ja, dat was de... Alleen de tijd klopt nu niet. We hebben wel batterijen volgens mij. Oh ja, dat staat hier wel even prima denk ik dan. De stofzuiger. In de rugtas denk ik. En de batterijen dan? Ja, oh. Ik wel. Maar... Hier is de rugtas. Ik dacht dat die boven was. Ja, we hebben wel batterijen, maar ik weet niet waar dan. Het is al nacht en we zijn net weer buiten geweest met Boris. Jongens heeft heel druk gehad met de muren. Ja, we zouden het schoonmaken om het morgen te verven. En toen kwamen we nog dat er nog heel veel treinbrest op zaten. Ja. Om weer veel lijmrest te verwijderen. Remlessen? Lijmresten. Ja. Morgen komen mijn ouders en dan zouden we verven. Maar misschien moeten we eerst nog bezig met lijm van de muur halen. Nou, dan is het nu tijd om te gaan slapen voor ons. Ja, en tot morgen. Dan zeg ik tot morgen. Doei. Doei. Zeg er nog even bij. En ik was vooral bezig met vlogwerken vanavond. Zo.